ik heb de bom laten springen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Door te vragen wie er op de knop gaat drukken. Dus toen heb ik mijn eigen min of meer een beetje uitgenodigd. De bom werd in mei gevonden bij werk aan het elektriciteitsnet. Meteen was duidelijk dat het om een flinke jongen ging, een Britse 500 ponder. Dit is een vliegtuigbom. Behoort inderdaad tot de zwaarde categorie. Dit is niet wekelijks, maar wel met regelmaat komen we deze ook tegen. Ja. Kun je vertellen, hoe ging dat vlak van tevoren? Ja, zenuwachtig. Ja, je gaat wel heel dicht bij de bom. Ja, het is, ten opzichte van een ander publiek was ik inderdaad wel dichtbij. Dus de draden leggen tot aan je voeten met een ontstekingskastje. En dan is het een kwestie van op de knop drukken. Jullie komen ze nog wel eens tegen, hè? Dit soort bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat klopt inderdaad. EOD breed hebben we binnen Nederland nog 2000 meldingen per jaar op het gebied van explosieven. De bom is de lucht ingegaan, wat vond je ervan? Ja, spectaculair. Ja, alle veiligheidsmaatregelen die ze konden nemen, hebben ze genomen. De gemeente en de EOD en de waterschap. Ter voorkoming dat er ongelukken zouden gebeuren. Daardoor was de plof misschien niet zo geweldig spectaculair met een meter hoge zuil. Maar ja, dit is het beste hoe het gegaan is. We hoorden een redelijke knal. Hoe was dat voor jou? Ja, dat ging best door mijn lijf heen. Ja, het was best wel een behoorlijke dreun zo dichtbij.